Hallo, in deze video ga ik jullie uitleggen hoe je een USB connector moet gaan tekenen die je nodig hebt voor je lightbox. Je gaat naar de link die in de les staat en dan klik je natuurlijk op HAVO 2A en klik je op deelnemen met alias. Dan voer je je alias in en in dit geval ben ik dit. Je alias is je voor- en achternaam aan elkaar. In kleine letters en dan ga je naar de lessen toe, HAVO 2A, dan klik je op lesuur 3 en 4 en vervolgens ga je een nieuw ontwerp maken en kies je voor 3D ontwerp. Als je een nieuw 3D ontwerp maakt, kom je in de omgeving van Tinkercad terecht en je begint met het aanpassen van jouw naam van je tekening en die noem je USB connector en je zet daar je voor- en achternaam eventjes bij zodat wij goed weten wie wat getekend heeft. Vervolgens, jullie hebben les 1 en les 2 gedaan, dus je weet nou een beetje hoe Tinkercad werkt en we gaan beginnen met het tekenen van de USB connector. Dat start met een blokje en dat blokje dat heeft een standaard afmeting van 20 bij 20 bij 20. En wij gaan dit blokje aanpassen met een breedte van 16 en een lengte van 20 en de hoogte wordt 5 mm. Nu we dit blokje hebben getekend, gaan we op dit blokje een gat tekenen en dat doen we door eerst een werkvlak te zetten aan de bovenkant van het blokje en vervolgens een gat te kiezen wat we gaan tekenen op dit blok en de maten gaan we aanpassen. De lengte van het blokje wordt 18 mm, de breedte van het blokje wordt 12 mm en de hoogte van het blokje wordt 2,5. Let op dat je punten gebruikt in plaats van komma's, want anders dan pakt je hem niet goed mee. Nadat we dit blokje hebben getekend, gaan wij dit blokje namelijk uitlijnen. En het uitlijnen van dat blokje, dat doe je als volgt. Je begint met je magnetische raster op 0,5 te zetten. Dat heeft te maken met de uitlijning. En vervolgens lijn je de twee blokjes uit. Dus je selecteert beide blokjes. Je gaat naar uitlijnen en je lijnt hem hier in het midden lijn je hem uit. En aan de voorkant lijn je hem uit. We pakken een nieuw werkvenster en die slepen we hier ergens hier neer. Dat we precies kunnen zien wat we getekend hebben. En hier zie je dat hij nu exact aan de voorkant gelijk zit. En in het midden is uitgelijnd. Nu gaan we dat blokje wat we hier hebben, daar gaan we een gat van maken. Dus we gaan dit blokje selecteren en drukken hem 2,5 mm naar beneden. Je ziet aan de rechterzijde het getal 5 veranderen in 4, in 3, in 2,5 en je ziet ook bij mijn muis min 2,5 staan. Omdat het blokje 2,5 hoog is en we hem 2,5 hebben laten zakken, zit hij nu precies aan de bovenkant gelijk. We selecteren beide vormen en we klikken op groeperen. Je kunt natuurlijk ook de sneltoets Ctrl-G gebruiken. En vanaf nu, dit moment, hebben we ons eerste startpunt gemaakt. Nadat we dit blokje hebben getekend, gaan we aan de bovenkant, op dit vlak, gaan we twee cilinders tekenen. We pakken weer een werkveld en we zetten die op dit vlak. En we gaan twee cilinders tekenen, ergens, maakt niet zoveel uit, die tekenen we hierop. En we passen de maten aan naar 3 mm breed. We maken hem, even kijken, dit blokje 3 mm lang, want het is een cilinder. En de hoogte passen we aan naar 2 mm. Deze passen we aan naar 2 mm. Je kunt dit blokje dan best even vastpakken en ergens hier naartoe slepen. Ja. En we moeten er twee hebben we gezegd. Nou kan je er nog eentje tekenen, maar je kunt ook gebruik maken van de toetsencombinatie kopiëren en plakken. Dat doe je met Ctrl-C
en Ctrl-V. Deze twee blokjes, dat zijn dadelijk, die zijn heel belangrijk dat die exact op de juiste plek zitten. We selecteren eerst deze twee blokjes en we klikken op uitlijnen. En als we op uitlijnen klikken, dan gaan we ze in het midden uitlijnen. Nu hebben we nog maar één. Nu zie je nog maar één cilinder. Het zijn er twee, maar je ziet er nog maar één. En we gaan deze cilinder 6 mm uit elkaar zetten. We gaan naar ons magnetisch raster. We zetten deze op 1 mm. En dat betekent elke keer als ik op mijn pijltjes toetsen van mijn toetsenbord klik, ik 1 mm verschuif. Ik klik mijn pijltje naar rechts in en dan doe ik 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer. De afstand tussen deze twee blokjes is nu 6 mm. Ik selecteer beide blokjes en ik groepeer de twee cilinders. De twee cilinders moeten nu uitgelijnd worden en op de juiste plaats gezet worden. We selecteren alle vormen en we klikken weer op uitlijnen. En we lijnen dit uit in het midden en we lijnen dit uit aan de voorkant. Vervolgens gaan we de twee cilinders 12 mm naar achteren verplaatsen. Dus ik selecteer de cilinders en ik druk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 keer op mijn pijltje naar voren, zodat ze op de juiste plek staan. Nadat we dat gedaan hebben, gaan we de twee cilinders en het bakje gaan we groeperen. Dus we selecteren alles en we kiezen voor groeperen. Je kunt zien dat het een groep is, omdat alles dezelfde kleur krijgt. We kunnen weer een werkveld pakken en deze hier neerzetten. Dan hebben we een mooi driedimensionaal begin. Nu gaan we een gat tekenen aan de achterzijde, want we moeten de kabel ergens kwijt. Dus we draaien onze tekening naar deze kant en we pakken weer een werkveld en die slepen we op de achterzijde. Alles wat we tekenen komt nu automatisch op de achterzijde terecht en we pakken een cilinder. En die cilinder is natuurlijk veel te groot. Die cilinder die gaan wij weer aanpassen en we gaan de lengte en de breedte en de hoogte aanpassen, namelijk de lengte van ons gat blijft 20, maar de breedte wordt 4,5, dus 4,5. En de lengte of de andere zijde wordt ook 4,5. En nu hebben we onze cilinder. Van zijde 20, zijde 64, daardoor wordt de cilinder mooi netjes rond. De cilinder moet uitgelijnd worden. We gaan weer terug naar ons magnetisch raster en we zetten deze weer terug op 0,5. En vervolgens gaan we de cilinder uitlijnen op het bakje. Dus we selecteren alles, het bakje en de cilinder. We kiezen op uitlijnen. We klikken op het midden en we klikken op boven. De cilinder staat nu exact in het midden van de... Ik zei midden boven, maar ik bedoelde eigenlijk midden onder. Want hij moet precies aan de onderkant gelijk staan en in het midden. Je kunt dat zien als de bolletjes wat grijzig zijn, dat hij op die plekken is uitgelijnd. Nu dat hij op de onderzijde gelijk staat, verplaatsen we de cilinder 2,5 mm omhoog. Dat kunnen we doen door 5 keer op onze pijltjestoets te klikken. En dat doen we door de pijltjestoets omhoog. 1, 2, 3, 4, 5. We hebben de cilinder nu 2,5 mm omhoog gezet. Door dit pijltje hier te gebruiken, kunnen we de cilinder een millimeter of 3 door het rode bakje duwen. We gaan nu de cilinder en het bakje weer groeperen. En als we het groeperen, dan wordt die cilinder dus echt een gat. En zien we hier het gat ontstaan waar de kabel straks doorheen gaat. Ik pak weer een werkveld en ik klik deze hierop en ik heb hier een heel mooi begin. Dit wordt de onderzijde van ons bakje. We gaan nu de bovenzijde van onze USB-connector tekenen. We beginnen met een
blok. We gaan deze maten aanpassen. De lengte van ons bovenkantje blijft 20. De breedte wordt natuurlijk net zo breed als onze onderkant. Dus dat was 16 mm. En de hoogte van ons bovenkantje wordt 4 mm. We gaan nu een gat weer tekenen op dezelfde manier als bij de onderzijde. We pakken een werkveld. We pakken een gat. En we moeten deze maten gaan aanpassen. De maten van het gat zijn lengte. Zijn lengte van het gat is 18 mm. De breedte van het gat is 12 mm. En de hoogte van ons gat wordt 2,5 mm. We gaan deze weer netjes uitlijnen in het midden. We selecteren het gat en het vlak. We klikken op uitlijnen. We lijnen uit in het midden en we lijnen uit aan de voorkant. Check even of je magnetisch raster op 0,5 staat. Als dat niet het geval is, zet hem dan op 0,5. En duw dit gat 2,5 mm naar beneden. Vervolgens groepeer je het gat en het blokje. We pakken ons werkveld en die zetten we netjes op het veld, netjes op het ondervlak om te kijken of het klopt. Ja, dit klopt allemaal. Nu gaan we hetzelfde tekenen als bij onze onderkant. We moeten nog een half gat tekenen voor onze kabel. Werkveld op onze achterzijde, cilinder op onze achterzijde, pas de zijde aan naar 60 en de maat van ons gat wordt 4,5 mm breed en 4,5 mm. Op deze manier netjes uitlijnen, we draaien ons veld, we selecteren beide vormen, klikken op uitlijnen en lijnen uit in het midden en in het midden. Dit gat moet nu nog verplaatst worden. We verplaatsen ons gat 2 mm naar boven. Dus we selecteren ons gat en we drukken 4 keer op het pijltje omhoog. 1, 2, 3, 4. Het gat staat nu op de juiste plaats. Selecteer nogmaals het gat en duw dit gat 3 mm door de bovenkant. Beide vormen selecteren en groeperen. We hebben nu ons gat. Het enige wat we nu nog moeten gaan doen is onze initialen aan de onderzijde in dit bakje plaatsen. Werkveld, onderzijde, kies voor tekst, plaats je initialen in hoofdletters en pas de lengte en de breedte aan. Maak er allebei 10 van. 10. Zorg dat je ze nu netjes weer gaat uitlijnen. Dus we selecteren bij de vormen. Dat kan je doen. De tekst is nog geselecteerd. Ik druk nu Shift toets in en ik selecteer ook het bovenkantje. En ik klik op uitlijnen. En ik zeg midden uitlijnen. En ik wil hem ook netjes hier in het midden uitlijnen. Dat is netjes. Goed zo. Dan selecteer ik mijn tekst. Ik maak er een gat van en druk hem 1 mm in mijn bovenkantje. Vervolgens selecteer ik beide vormen en klik ik weer op groeperen, zodat mijn initialen als gat te zien zijn. Ik pak mijn werkveld, sleep deze hier neer. Nu valt me één ding op. Door alle handelingen is mijn bovenkantje onder mijn werkveld komen te staan. Dat is niet de bedoeling, want dan krijgen we dadelijk problemen met printen. Dus ik ga deze weer op mijn vlak zetten. Ik selecteer deze en ik zorg dat het getal 0 wordt. Dat betekent dat hij precies op het werkveld staat. Op deze manier hebben we nu onze onderkant en onze bovenkant getekend. Die kunnen we daar straks gaan slicen in bamboe slicer en we kunnen de printers gaan gebruiken om dit pakje te printen.